Hij valt om. Een stapel. En dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail aflevering 26. En bij deze fanmail gaan we weer... heb ik natuurlijk een fanmail gekregen. Logisch, daarom heet het ook fanmail. Hele originele titel. En ik heb een brief gekregen. Ik weet niet van de afzender, wie de afzender is, maar ik zie al twee van die leuke vlindertjes op de voorkant. Ik ben benieuwd. Ik ga ze uitpakken, jongens. En nou, hij ging best wel redelijk snel uit. Hij was snel uit te pakken, gelukkig. En het is een... een lange brief. Met mijn logo en wekelijks games. Oké, ik ben heel benieuwd. Hallo Vincent, of Davin snel. Mijn naam is Jelle en ik ben een grote fan van je kanaal. Dat ik met toeval heb ontdekt. Oh, dat is gaaf. Toen ik je video's van Disneycraft zag, dacht ik van wow. Het park is super cool en ik zal vast en zeker in de toekomst VIP gaan halen. Verder vind ik ook een aantal andere reeksen super nice. Zoals No Limits 2, dat vind ik nou ook jongens. Of Jelle, dat vind ik nou ook. No Limits 2 vind ik echt een vette game. Disneycraft, Euro Truck Simulator en natuurlijk ook Rollercoaster Tycoon 3. Ik vind dat je veel oog voor details hebt op het gebied van afwerking. Oh, dat vind ik echt tof om te horen. Ja, dat vind ik echt leuk. Hoe je dat ook zegt, Jelle, echt heel leuk. Zelf heb ik ook een YouTube kanaal met een vriend van mij genaamd Wekelijkse Games. Ik laat gelijk het logo zien en hun. Wekelijkse Games, jongens. Kijk even op YouTube. Verder hoop ik dat je nog veel coole video's gaat maken en dat Disneycraft 2.0 ook super gaat worden. Veel groetjes van Jelle. PS, zou je hem op Skype willen toevoegen? Want ik heb je het een en ander te vragen over servers. Mijn Skype naam is, niet zeggen in de video, Jelle... Nee, dat ga ik niet zeggen. Tuurlijk niet. Tof. Ik ga je toevoegen, Jelle. Zeker weten. Ik kan je misschien wel eventjes bellen met Skype. Dat doe ik normaal niet bij iedereen, maar ik vind een fan wel zo vreselijk leuk. Je hebt zoveel aandacht besteed aan de fanmail. Ik ga hem bewaren en dat wordt gaaf. Wil je nou ook een fanmail sturen, dan kan dat gewoon. Natuurlijk kan dat. Stuur even een mailtje naar vincentboricius@gmail.com. Vraag dat je mijn adres wil. Hou hem privé AUB. En dan stuur ik mijn adres aan jou. En dan kan je gewoon een fanmail sturen. En dan komt hij in de video's. Elke week. Yeah! Laat vooral een like achter voor Jelle en zijn gave brief. En tot de volgende video. Salut!